Het is zover. Na weken van hard werken is hij klaar. Onze VKV Megane RS. Een nog groter circuitbeest dan de normale Megane RS al is. En om dat te bewijzen staan we hier op Zandvoort. En hier gaan we kijken wat nou uiteindelijk de vruchten zijn van al het harde werk wat we erin hebben gestopt. Grote initiatiefnemer achter dit project is Chris Visser van de VKV Groep. Chris, hij is klaar, onze race Megane. Tevreden? Nou, op zich, hoe tevreden, dat moet nog even blijken. De auto ziet er goed uit. We hebben eigenlijk de auto op enorm veel aspecten kunnen aanpakken. En straks moet blijken hoe dat uitpakt en wat de tijden worden op het circuit straks. En wat is nou de relevantie voor de consument? Kan die deze auto ook gaan bestellen zometeen bij jullie? Nou, hij kan in principe, zou hij wel kunnen bestellen, alleen dat is financieel denk ik niet echt interessant. Wat we hebben gedaan is, hoe kunnen we vermogen, beleving, rijkwaliteit, hoe kunnen we dat allemaal aanpakken? En in specifieke losse pakketten aanbieden voor de consument. Dus iemand die kan zeggen, oké, ik pak het onderstel upgrade pakket, het remmenpakket. En eigenlijk dan pas heeft het zin om überhaupt naar vermogen toe te gaan. Ja, want daar kun je uiteindelijk nog sneller mee maken. Het gaat dus om het totaalpakket. Maar hoe weten we nu eigenlijk hoe geslaagd onze missie is? Maak kennis met het referentiekader, de Renault Megane RS Trophy R. Dit is het ultieme wapen uit Jeep. Lichter, sterker en sneller dan alle andere versies van deze hot hatch. Behalve de onze. Althans, dat is het streven van vandaag. Donald, we hebben een hele mooie aangepaste Megane RS bij ons. Hij moet heel snel zijn, maar ter vergelijking hebben we een Trophy R, ook niet de minste. Wat maakt nou het grootste verschil tussen deze twee auto's? Ik denk dat het grootste verschil gaat uitmaken is een combinatie van dingen. Dat is het gewicht natuurlijk, het onderstel en de banden bij elkaar. En dan, daar ga je echt grote verschillen mee maken. En vooral het gewicht met het onderstel, dat je veel minder beweging in de auto krijgt. En met remmen, accelereren en de bochtensnelheid, wat op een circuit toch eigenlijk wat allerbelangrijkste is. Hoe snel denk je dat zo'n Trophy R ongeveer hier in de ronde moet kunnen gaan als jij achter het stuur zit? Ja, ik denk als we dicht bij de 2 minuten uitkomen, misschien wel een 2:05 of zo, dat we dan al heel goed bezig zijn. Als op het moment dat je met een straatauto dat haalt, heb je al een hele leuke sportieve straatauto. En wat is dan het verschil met de Megane RS die wij met z'n allen hebben gebouwd? De bedoeling is onder de 2 minuten. Het zou echt extreem zijn, denk ik, als we onder de 2 minuten uitkomen. Maar wat de jongens eraan hebben gedaan van VKV, dan moet dat gaan lukken. En dan is het echt wel misschien wel een nieuw record voor een auto die zo goed op de straat rijdt. En dan op een circuit onder de 2 minuten. Het zou extreem zijn. Naast coureur blijkt Donald Molenaar ook helderziende te zijn. Tijdens de trackday rijdt hij een aantal rondjes op het scherpst van de snede. Met de vrije baan voor zich en warme banden rijdt hij uiteindelijk precies de rondetijd die hij voorspelde. 2:05. Meer zit er volgens hem echt niet in. En dan is het moment eindelijk daar. Weken hebben we toegewerkt naar dit moment. De rondjes die volgen worden gebruikt om de setup van de intraxvering optimaal te krijgen. De baan is druk, maar naarmate de Michelins meer opwarmen, dalen de rondetijden. Steeds dichter komt Donald bij de magische grens van 2 minuten. En opeens zit hij eronder. Met de maximale inspanning komt onze Megane RS uiteindelijk uit op een tijd van 1 minuut 58 seconden. Mijn haar weer geweldig. Ja, je haar zit echt fantastisch goed. Je rondetijden trouwens ook hoor, want je zat echt precies erop. 2 minuten 5. Ja. 1:58. Ja, okay. Dus zeg maar 7 seconden verschil. Hoeveel is dat voor de kijker thuis? 7 seconden, ja, dat klinkt niet veel. Maar als we daar met raceauto's 7 seconden winnen. Ja, dan revolutionair. Hè? Ik weet, de meeste mensen kennen wel Formule 1. En dan hebben ze het over tiendes, over honderdste. En dan, je kan rustig zeggen, 1 miljoen per honderdste seconde dat ze ongeveer investeren. Nou, en dit 7 seconden verschil,
Ja, ik gaf het een beetje aan, maar dat het ook daadwerkelijk zoveel seconden verschil zou zijn. Ja, ik vind het super, hè? Want je moet naar een cupauto gaan, wil je deze tijden rijden. En die... Ja, want wat voor soort auto, wat voor circuitauto heb je nodig om dit bij te benen? Ja, dan heb je al echt een cupauto nodig. Dus wat ik al zeg, een Suzuki Swift Cup met slicks gaat er dan niet halen. Dus je moet echt naar een Renault cupauto gaan en die rijdt op volle slicks. Nou, zetten we deze auto op volle slicks, het zijn straatlegale banden. Nou, dan gaat er nog 3-4 seconden vanaf. Dus ja, ik vind het echt geweldig wat hier gebeurt. En ja, 2.5 wat ik al zei, dat moet je ook al een hele goede auto hebben. Maar ja, ik heb vroeger veel met Renault gereden. Ik weet dat ze hele goede straatauto's bouwen. Dus dat is al geweldig. Maar wat de jongens van VKV hiermee hebben gedaan, dat is met een straatauto cupronde tijden rijden. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ja, tof. Dankjewel in ieder geval voor het neerzetten van de tijd. Oké, graag gedaan. Dus al met al, na een dagje op Zandvoort kunnen we 2 dingen concluderen. Wil je een hele snelle auto die je direct bij de dealer kan kopen, moet je een Megane Trophy R hebben. Maar wil je dan nog wat extra geld erop stuk slaan om cuptijden te rijden, dan moet je even bij de jongens van VKV langs, want die kunnen gewoon cuptijden maken van een standaard Megane RS. En nu wil ik wel even een rondje om te voelen hoe het is.